Shalom allemaal. Vandaag wil ik met jullie gaan nadenken over de laatste zaligsprekingen. Eigenlijk in de versen 10 tot en met 12, wat die eigenlijk met elkaar verbonden zijn. En daar staat: Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als, u men, als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u want uw loon is groot in de hemel. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Misschien gelooft u wel bijvoorbeeld in een opname voor de grote verdrukking. En zonder daar al te lang over te praten of in detail te gaan, is het denk ik belangrijk ook om te beseffen dat een van de, 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 de hoofd. Lijnen van het onderwijs van Jezus, van Yeshua, was een, als het ware een soort theologie of een leer van het lijden om zijn slaafs wil. En dit lijden zien we eigenlijk ook door de hele Bijbel heen. Het begon al bij Kain en de We zien het bij het volk, we zien het bij de aardvaders. We zien het ook bij de profeten. Ja, en elke keer als er een profeet opkwam en de dingen aan de kaak stelde, dan, dan eindigde men ja, zeer ernstig. U kunt bijvoorbeeld voor uzelf opzoeken hoe Jeremia geëindigd is. Of hoe Zachariah, de vader van Johannes de Doper, is geëindigd. Dat kunt u lezen in het Evangelie van Jacobus. Dat is verschrikkelijk. U, u kent misschien de verhalen wel van. Hoe Paulus en Petrus aan een eindje zijn gekomen. Maar nog niet te spreken over hoe vandaag de dag mensen aan een eindje komen. En toch zegt Yeshua, Jezus. Wees verheugd, wees blij, zalig. Zij zullen verblijd worden. Want uw loon is groot in de hemelen. Jezus Jeshua wil er ook mee zeggen dat als je deze dingen doorstaat, je moet ze wel doorstaan. Je kunt ook opgeven. Dat hoort bij die theologie van lijden, van verdrukking. Dat staat elke keer vol hart. Houd vol, vol hart. Breng de wedloop tot een einde. Welkom in de strijd, zegt men wel eens. Op het moment dat mensen toetreden tot een kerk. Maar als u dat doet. Dan zult u beloond worden in het duizendjarig vrederijk. Als u volhardt, als u uw geloof weet te behouden en Gods geboden blijft doen, dan zult uw loon zeer groot zijn.